Tussen het Nederlands legioen, verslaggever Pieter Vuijgenkamp en cameraman Najos Kala. In Zoetermelk het grootste jaarlijkse wielerspektakel wist te winnen. Een rechtgeaarde Nederlander, de minister-president voorop, is daar nog in geen dagen over uitgepraat. In Parijs hebben ze er ook weet van gehad. Tienduizenden landgenoten waren naar de Franse hoofdstad getrokken. De Champs-Élysées zag er zwart van. Zoetermelk moest gehuldigd worden. En ook Henny Kuiper, die met zijn tweede plaats hij het feest compleet maakte. Dit is Henny Kuiper. Eervol tweede. Hij zal het jammer vinden. Niemand bekommert zich nu om hem. Toch wel een kleine tragiek schuilt daarachter. Iedereen is nu gericht op de winnaar. En alleen de winnaar stelt in de sport kennelijk. En Henny Kuiper, die toch tweede is geworden, die naar hem kijkt bijna niemand om. Wel nu, daar gaat Joop Zoetermelk, opstuurd door gendarmes. Ruud Bakker daarbij, recht in beeld, die blonde man, zijn verzorger. Journalisten erbij. En zo gaat die stoet op weg naar Jacques Chirac, de burgemeester van Parijs, die daar al klaar staat met zijn gele trui. Joop Zoetermelk heeft bijna geen ruimte om te lopen. Het moet een geweldig moment zijn in zijn leven. Een bekroning van een 11-jarige sportloopbaan. Joop, die wint de Tour de France. Mag ik eventjes wat vragen? Ja, zeker meneer. Het is zondagmiddag, 16:30. Ja, dat begreep ik. En blij genoeg ben ik. Wanneer dat het enige gedaan is, want ik ben al van gisteren, 18:30 ben ik al hier. En ik heb vannacht hier moeten slapen. En ik heb de hele dag vies weer gehad. Maar dat de Tour zeggen van Joop, die maakt wel alles in orde vandaag. Waar heeft u geslapen? In de auto. En ik ben ook nog goed nat geworden, want we hadden vergeten de raam dicht te draaien. Nou eerlijk, dan gaat onze wij genieten. Henk Lubberding staat hier naast mij, zit hier naast mij. Maar we volgen even deze beelden, de huldiging van Verschuren, Polleke Verschuren, de Belg. Die daar naast Félix Léviton staat en naast premier Vannacht en Françoise Zoetermelk. En naast de burgemeester van Parijs. Alle wacht een beetje. Zijn we hier aangekomen. Zijn we nog een beetje rondwezen lopen. En nu staan we hier van die tijd af een beetje te kijken en te wachten. Tot het grote moment, hè. Waaraan denk je nu als je deze beelden ziet met Joop? Denk je erin? Nou, we hadden alleen maar durven dromen, zoiets, hè. Het is geweldig. Ja. Sta je dan nu ook een beetje zelf? Want je hebt nogal wat voor hem gedaan. Nou, niet alleen de hele ploeg, die heeft alles voor gedaan voor hem. En hij is zelf formidabel natuurlijk, want ik denk dat hij nog nooit zo'n goede toer heeft gereden tussen die aan die tijdrit en zo. Hè. Omhelzing door premier Vannacht. En zijn laatste gele trui, de tiende van deze ronde, wordt hem door Jacques Chirac overhandigd. En orkaan van applaus hier op de Champs-Élysées. Het hartje van Parijs is voor even een stukje Nederland geworden. Deze bokaal die wordt Zoetermelk overhandigd namens de president van de Franse Republiek, Valéry Giscard d'Estaing. En applaus van de ambassadeurs, van de ministers, van de burgemeester. 10 jaar heeft hij hierop gewacht. Velen hebben niet geloofd dat dit nog een werkelijkheid zou kunnen worden, dit beeld. Nederlanders, misschien zijn het er wel 100.000, juichen hier om de Nederlandse toerwinnaar. Joopie, het is een fraai beeld.
meneer Van Acht, u gaat nu terug naar Nederland. Wat zijn uw laatste indrukken van deze glorieuze dag? Vriend, precies wat ik verwacht had. Een verovering van Parijs door Nederland. Zoetemelk is hier als een Nederlandse Napoleon naar binnen gemarcheerd en heeft het land in bezit genomen. Maar iets aardiger geformuleerd, er is ook gebleken van veel sympathie en vriendschap door de Fransen, bij de Fransen, voor ons. En dus het is ook een dag geweest van inter-Europese verbinding. De geschiedenis van de Tour heeft nooit eerder een uitslag laten zien met twee Nederlanders op de eerste twee plaatsen. En ook een uitslag die door niemand wordt betwist. Ik sprak zo even met de burgemeester van Parijs die naast mij zit, met de minister van Sport. Iedereen feliciteert mij nu al, maar ik hoef niet gefeliciteerd te worden, wij allemaal. Daar zie je Henny Kuiper op het erepodium staan, naast Joop Zoetemelk. Hoop je daar ook nog ooit op te komen? Ja, uiteraard, dat hoop iedereen natuurlijk, maar ja, we zullen zien, hè. Ja. Zoetemelk, links Martin als derde en rechts Henny Kuiper. De drie beste in deze 67e ronde van Frankrijk. En Françoise wordt daar geïnterviewd door de Franse TV. Jopie, Jopie. Fijncel jongens. En tot nu toe hebben ze hun verstand gebruikt om samen te werken, om een geheel te maken. En in belang van hunzelf en ook voor de Nederlandse wielersport hoop ik dat ze hun verstand op goede plaats laten zitten. Verstand goed laten werken. En of ze met mij verder gaan of misschien met een andere ploegleider, je weet het nooit. Maar dat ze elkaar goed blijven begrijpen. En dat de jaloezie, die er vaak is, van buitenuit, dat ze dat gewoon zijn moet laten. De Champs-Élysées is door Nederland in bezit genomen. Er was geen houden aan. Ongelooflijk beeld met die Arc de Triomphe daar op de achtergrond. Beelden die wij ons nog lang zullen herinneren. 10 dagen in het geel gereden nadat Ino naar huis is gegaan. Het blijft er erg rustig onder. Gisteravond vertelde mij, nou, ik zal dezelfde blijven. Ik zal niet naast mijn schoenen gaan lopen, dat doe ik niet. Ik blijf Joop en iedereen die dat wil, die is bij mij welkom. En die zal ik dus echt naar kunnen en naar vermogen zal ik hem helpen. Zo heeft hij ook duizenden handtekeningen hier gezet, in Parijs zelfs nog, terwijl eigenlijk de druk erg toenam. En steeds meer mensen hem gingen benaderen en steeds meer er een beroep op hem werd gedaan. Ik stond in een goede positie voor, om die ronde van Frankrijk te winnen, maar hij is natuurlijk nog gewonnen voordat je over de streep bent. En toen we in die laatste zes ronden voor het eind op de Champs-Élysées kwamen, en daar al het Nederlandse publiek met Jopie, Jopie, Jopie begon te roepen. Daar kreeg ik gewoon even kippenvel van. En toen ik uiteindelijk over de meet was, toen was het ook niet meer te houden daarom. Nou ja, ik begrijp het. Het was een groot moment in je leven, een hoogtepunt. Was het sportief gezien ook het hoogtepunt, denk je? In mijn opzicht wel. Het is in ieder geval van mijn sportieve carrière is dit mijn hoogtepunt geweest. Ik had eigenlijk de moed al een beetje opgegeven om ooit nog eens een Tour de France te winnen. En dit jaar heb ik hem toch, ja, ik denk dankzij het veranderen van ploeg, toch in staat geweest om die Tour te winnen. Dat is voor mij echt een hoogtepunt van mijn carrière geweest. Maar hoe lang kunnen we nog genieten van jouw sportprestaties? Nou, als ik op dit niveau blijf, dan zeg ik al 3 jaar, dan kunnen we volgend jaar nog, hoop ik volgend jaar nog mee te kunnen. En ja, waarom niet? Ik zal mij van de winter nog goed soigneren, nog goed verzorgen. En hoop ik volgend jaar nog een keer mee te doen. Je moet vanavond alweer in Nederland rijden, in Boksmeer, ga je 100 kilometer rijden. Wanneer word je gehuldigd in je geboorteplaats Rijnwetering? Nou, ik wist eerst niks van de huldiging af en dan kwamen ze hier op de Champs-Élysées. Ze zeiden dat ze het woensdag wouden doen, maar woensdag heb ik een contract getekend in België, dus woensdag is het onmogelijk. En nu zijn ze van plan om het donderdag te doen. Van 2 tot 3 of zoiets, of van 2 tot 4, ik weet het niet precies, maar het is nu op donderdag gepland. Goed, Joop, nogmaals van harte gefeliciteerd en ik denk dat je de Nederlandse sportjournalisten erg makkelijk hebt gemaakt wanneer ze aan het eind van het jaar
de sportman van het jaar moeten kiezen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Er Verschuren achter sprongen, ja, en die zijn nou eigenlijk iets te rap om die ronde naartoe te laten rijden. Dus toen moesten we het gaatje weer dichtrijden. Oké. Okay. U ziet daar het schouderklopje van de premier van achtervoer, Johan van der Velde. En wij bevinden ons hier met Raymond Poulidor, links daar in beeld, op het podium. Is het een zware tour geweest, Joma? Ja, zeker, zeker in het begin, omdat het steeds slecht weer was. En door op het einde die bergen en het weer vooral, daar is het nog wat geweest. Hebben jullie veel geleden van het weer, Henk Dubbering? Nou, ik natuurlijk wel, want ik ben nog niet beter. En het zal wel een tijdje duren, denk ik. U hoort het, het leek een niet zo zware ronde, maar de praktijk die de renners hebben ervaren, die ziet er toch anders uit. Joop Zoetemelk, nog steeds, daar in beeld, wordt geïnterviewd door de Fronte TV, die met een straalzendertje... Zie ze daar een schaar, met Johan van der Velde sleuren ze vooraan. En de kneed met als een franje, mannen van Oranje. Kampenuitslag, die gewonnen werd door Paul Verschuren, met Kelly daarachter. Het eindklassement, Joop Zoetemelk, op de tweede plaats Henny Kuiper. Op 6,55 op de derde plaats Raymond Martin, op 7,56 op de vierde plaats De Munck, op 12,24 op de vijfde plaats Agostinho, 15,37 op de zesde plaats Christian Cesnek, op 16,16 op de zevende plaats Nilsson, op de achtste plaats Rudo Peters, op de negende plaats Pazzo en op de tiende plaats Henk Lubberding. Met deze beelden van Parijs verwijs ik u naar de uitzending straks in Studio Sport. Wij danken u voor uw aandacht. Wij danken u voor uw aandacht. Ook mede namens Mats Smeets en Martijn Lindenberg, die inmiddels in Moskou zijn. En namens onze chauffeurs Edgar Zorgeloos en Herman Cornelis, die ons veilig tot in Parijs hier hebben gebracht. We hebben een toerwinnaar, Joop Zoetemelk. We hebben een nummer 2, Henny Kuiper. En met deze conclusie geef ik u met zicht op de Arc de Triomphe terug naar de studio in Hilversum. En om even helemaal volledig te zijn, laten we u toch nog even de top 10 van het klassement van deze Tour zien. Joop Zoetemelk, maar dat wist u al, won de Tour de France 1980. Henny Kuiper werd tweede op 6,47.
Dan Raymond Martin, de ploegmaat van Nielsen en Sesnek, die beide ook bij de eerste 10 geclasseerd staan. Dan Johan de Munck, die de laatste weken constant die 4e plaats heeft gehouden. Dan Joaquim Agostinho, veteraan, knap op de 5e plaats. Kopman van een ploeg die, zoals u weet, uit elkaar zal vallen. Toeral krijgt zijn contract niet verlengd. En ook ploegleider Rudy Altig zal daar niet terugkomen. Dan Christian Sesnek en Sven-Åke Nielsson, de ploegmaten van Raymond Martin dus. Dan Ludo Peters, de beste man van de ploeg, Godefroot, die verder natuurlijk de groene trui heeft in de persoon van Rudy Pevenage. Dan Pierre Bazot van de ploeg met kopman Mariano Martinez. En Henk Lubberdien, die zijn 10e plaats vasthield op 21 minuten en 2 seconden achter de winnaar.